net weer iets anders. Hey, tof dat je weer meekijkt naar een trick van mijn tricklist. Deze keer geen truc met de voeten, maar met de handen. De truc is als volgt. Zo, met een makkie, hè. Hoe je de truc kunt oefenen is als volgt. Je legt hem aan de binnenkant van je hand en je handpalm. En je rolt hem naar binnen richting je borstkas. En dan probeer je hem met de andere hand of arm over te nemen. Hup, en zo gaat de bal rond. Wil je dat vaker doen, dan krijg je dit. En je ziet al dat ik mijn hand eigenlijk naar binnen draai. Om hem dus eigenlijk op de bovenkant te laten draaien, zodat ik hem kan tegenduwen. Check maar mee. Ik begin zo. Hup, en ik duw hem er tegenin. Even een trucje erbij. En dat is hem. Net rolde ik hem van de binnenkant naar mijn buitenkant van de hand. Dan krijg je dit. Maar als hij over mijn nek gaat, dan moet ik net iets anders doen. Kijk maar eens wat ik doe. En dan zie je dat ik mijn handen op elkaar leg en er tegenin ga. En ik loop ook er tegenin. Mijn handen die gaan omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. En dat is een van de variaties. Nou ja, bij de tweede variatie heb je dat ik er tegenin draai. En dan gaat hij zo. Eerst meedraaien, ga ik er tegenin, krijg je dit. Net weer iets anders. Ik geloof dat jij heel creatief kunt zijn. Met deze truc, als je hem al onder de knie hebt, kun je er van alles bij verzinnen. En weet je wat? Ik ga eens even een paar voorbeelden voor jou voordoen. Komt ie aan. Hey, tof dat je naar mijn video hebt gekeken. Dit was één truc van de tricklist. Heb je zoiets van, ik wil eens even wat meer video's zien? Abonneer je op dit kanaal. Heb je nou zoiets van, kijk eens even naar mijn video? Prima. Tag me dan even op Instagram en dan volg ik jou. Ciao.